Albert Aboikoni is afgelopen zondag door de Machaulo ingezworen als Gramang der Saramakaners. Dit gebeurde in het dorp Asidonghopo, de residentie van de Gramangs. Binnen de Machaulo zijn er twee groepen die strijden om het Gramangschap. Dat zijn de Amina-groep en de Aboikonis. De Amina-groep vindt dat het haar beurt is om de Gramang voor te dragen. De Aboikoni-groep zegt echter dat door het orakel van de overleden Gramang Belfon Aboikoni is aangegeven dat Albert zijn opvolger moet worden. Een derde groep die ook gaat voor het Gramangschap is de Twarfulos, oftewel de Twaalflos. Deze groep heeft Frans Banai voorgedragen en traditioneel ingezworen als de Gramang der Saramakaners. Afgelopen zondag is Albert Aboikoni traditioneel door zijn groep ingezworen. Dat gebeurde middels het inwrijven van de voeten van Albert en zijn zus, de zogenoemde Witifutu. De procedure is dat na deze Witifutu de Gramang naar de stad komt om officieel door de president te worden benoemd. Het probleem is nu dat er twee Gramangs zijn die door hun respectieve groepen traditioneel zijn ingezworen. 2 jaren terug heeft Frans Banai ook de Witifutu-ceremonie ondergaan. Hij is echter niet officieel benoemd door het staatshoofd tot de nieuwe Gramang. Het is dus nu afwachten of Albert Aboikoni door de president benoemd zal worden. De traditioneel ingezworen Aboikoni ging na zijn Witifutu het dorp rond en werd als zodanig voorgesteld aan de bevolking. Het laatste woord in deze kwestie is nog niet gezegd.